Hallo, ik ben Hilde Kervets, Vlaams minister van Onderwijs. Op 5 oktober is er Internationale Dag van de Leraar. Het is een dag waarin we alle leraars overal in de wereld in de bloemetjes willen zetten. Iedereen herinnert zich wellicht nog hoe belangrijk de leraar was in de lagere school, de onderwijzer dan, of in de latere schooljaren, hoeveel invloed goede leraars hebben op je studiekeuze die je maakt. Het is heel belangrijk dat we hier ook in Vlaanderen in de toekomst sterke leraren blijven hebben die zeer motiverend kunnen zijn voor onze jonge mensen. Maar tegelijk vraag ik ook aandacht voor de leraars overal in de wereld, speciaal in het zuiden. Zij die in soms zeer moeilijke omstandigheden lesgeven aan jonge mensen, wiens toekomst ook heel belangrijk is. Iedereen die bekommerd is om de kwaliteit van ons onderwijs, roep ik op om op 3 oktober aan de schoolbel te trekken om samen verder te ijveren voor een kwaliteitsvol onderwijs hier in Vlaanderen, maar ook overal elders in de wereld. Goed onderwijs.